Hoi, ik ben Melanie en samen met Marco heb ik een camping in het midden van Frankrijk in de Auvergne, in de Livradois-Forêt. De afgelopen week heb ik natuurweetjes voor jullie opgenomen, omdat we vorig jaar een boekje hadden gemaakt voor de kinderen op de camping, met allemaal leuke weetjes en dingen om te doen. En toen de corona uitbrak, dacht ik, ja, daar zitten jullie straks allemaal thuis. Misschien kunnen jullie van de zomer helemaal niet op vakantie komen. En ik deel dat boekje, dan heeft iedereen er wat aan. Dat leek me een leuk idee. En zo is het eigenlijk ontstaan om er ook filmpjes bij te maken. En er zijn nu al 7 vlogs. En ik hoop dat jullie ze ook allemaal gezien hebben natuurlijk. Met allemaal natuurweetjes. En vandaag doen we gewoon even een rondje over de camping. En dat is nou leuk over natuur. Soms ineens dan kom je iets tegen en denk je, daar ga ik over vertellen. En dat is vandaag de zwarte roodstaart. Moet je maar eens opletten wat er is gebeurd net. Horen jullie dat gekwetter? Die twee vogeltjes die daar in die takkenbossen zitten. Die gaan verschrikkelijk tekeer. Kijk, daar gaan ze. Ze komen dichterbij, zie je dat? Hij zit nu erbovenop. Het is de zwarte roodstaart. En waarom gaat hij zo tekeer, die zwarte roodstaart? Omdat Minoes hieronder bij mijn voeten loopt. Hij voelt zich zeer bedreigd. Want in die bomen bij het huisje, daar heeft hij zijn nest. Hij ging daar straks zelfs bijna op Minoes zitten om haar te verjagen. Ik denk dat ze misschien wel jonkies hebben. Kijk, hij blijft in de buurt. En de roodstaart, die geeft een soort klikgeluid. Hoor je dat? En hier loopt nog een poes, want ik hoor Chili ook. Daar komt Chili ook. Minoes zit nu in de insectenhotel. En Chili loopt eronder. Oh, dit is echt een bedreiging voor die vogeltjes. En ze waarschuwen elkaar. Als wij buiten aan het werk zijn of rustig zitten en we horen dit geluid, dan weten we dat een van onze katten in de buurt is. En het andere vogeltje zit daar nog, zie je? Ze verdedigen hun nest. De zwarte roodstaart is eigenlijk een beetje een rare vogel. Hij is ook een beetje dom. Hij is ook nergens bang voor of zo. Kijk, en nu gaat hij. Hij zit op de rand van het huisje. Zie je hem? En ze houden de poes heel goed in de gaten. Horen jullie hem? Ze waarschuwen nu voor mij, want ik ben vlak bij de bomen. En ik ben. Oeh, en de katten volgen mij ook. Moet ze natuurlijk niet op het idee brengen, maar ik ben zo nieuwsgierig waar het nest zit. Ik durf ze ook niet te veel te storen. Horen jullie het? Oh, en nu allebei de poezen. Oeh. En die zijn ook niet altijd even dikke vriendjes. Maar Minoes is de baas. Maar die is ouder. Hoor je het? Oh jongens, ik vind het zielig. Maar ik ga jullie nog wat anders laten zien. Ik ga ze gauw verlaten, want dan gaan de poezen met mij mee. Oké? En waarom is de roodstaart nou een beetje een domme vogel? Ik zal het jullie laten zien. Ik ben nu in de zaal van onze groepsaccommodatie. En toen het zulk mooi weer was in april, hebben we de voordeur open laten staan, zodat het een beetje lekker warm kan worden binnen. En wat gaat die roodstaart doen? Die heeft een nest geprobeerd te bouwen op de videoprojector. Nou, daar heb ik nog een stukje film van. Dat ga ik jullie laten zien. En om er nou een goed beeld van te krijgen waar dat nest is, daar op dat houten kastje. Dus hij ging gewoon hier de zaal in. Zien jullie dat vogeltje op het hek? Let op, hij gaat naar binnen. Hij gaat de sheet in, want hij is daar een nest aan het bouwen op de videoprojector. Niet zo handig. We hadden de deur al een beetje toegedaan, maar dat maakt dus niks uit. Waar toch? Is die weer? En zien jullie hier die troep op de grond? Dat is allemaal van het nest van een roodstaart. Ik ben nu in ons houthok, waar al het hout ligt wat verstoken. En kijk eens daarboven op de lamp. Kijk of ik daar dichtbij kan komen, dan kunnen jullie het zien. Daar heeft hij ook geprobeerd een nest te bouwen. Die roodstaarten die bouwen werkelijk overal nesten. En dat was niet omdat de deur open stond, maar de houthok is een beetje open. Dus er zijn meerdere plekjes waar hij naar binnen kan om een nestje te bouwen.
Dit nest vonden we in het huisje dat we aan het bouwen zijn. En zie je hoe slordig het in elkaar zit? Allemaal losse takjes, mos en zo. Als je het oppakt, valt het bijna helemaal uit elkaar. De zwarte roodstaart die bouwt echt overal nesten. Kijk, en zo ziet de zwarte roodstaart eruit. Hij is zwart met een beetje wit op zijn vleugels en een rode staart. En die wipt, net als bij een kwikstaartje, misschien hebben we dat wel eens gezien, de hele tijd op en neer. Het vrouwtje is iets lichter van kleur en het zwarte van het mannetje is wat zwarter. Ze leggen ongeveer 5 tot 7 eitjes in een nest. En dat nest dat maakt het vrouwtje meestal, maar dat ziet er dan zo slordig uit. Net als je net hebt gezien al die losse takjes en mos en zo. En als dan de eitjes uitgekomen zijn, dan zorgen ze samen dat er eten is. En daarom denk ik, net met de gekwetterde zou wel eens kunnen zijn dat er kleintjes zijn, want ze gaan wel heel erg tekeer. En de zwarte roodstaart, als we die in het voorjaar zien, dan weten we, ja, de lente komt eraan. Want in de winter, dan zien we hem niet. Dan vertrekt hij naar het warme zuiden, naar Afrika. Dat was leuk, dat de zwarte roodstaart ineens op ons pad kwam. Ik hoor hem weer kwetteren, want ik sta bij de boom. Maar de poezen zijn me nu niet gevolgd. Ik hoop dat jullie dit een leuk weetje vonden. Vind je het leuk om nog meer vlogs te kijken? Kijk dan even terug, want ze staan allemaal bij elkaar. En ben je nieuwsgierig naar het boekje waar ik in het begin over vertelde? Kijk dan even naar de tekst onderaan dit filmpje. Want daar staat een link waar je dat kunt downloaden. Dus veel plezier ermee en ga maar eens op zoek of de roodstaart ook bij jullie woont. Dag allemaal!